helemaal. In deze video laat ik jullie onze ochtendroutine zien. En onze ochtend begint eigenlijk een beetje op verschillende manieren. Een beetje afhankelijk van wanneer een van de kleintjes wakker wordt. En op dit moment waren we al een half uurtje wakker. Het is weekend, dus dan beginnen we iets langzamer. Opstart is iets chiller. Maar over het algemeen is de ochtend eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen door de week is het wat merktjes. Maar vandaag mocht ik er beginnen met een beetje tv kijken. Zodat we zelf ook een klein beetje wakker konden worden. En deze knapper was ook al wakker. Dus het is allemaal heel gezellig. Eventjes met z'n viertjes in bed opstarten. Tijd voor opstaan en aankleden. We verdelen een beetje de taken. De ene doet het ene kind, de andere doet het andere kind. Ik ben vandaag verantwoordelijk voor de kleinste. Dus die verschoon ik eventjes en maak ik hem helemaal klaar voor de dag. Tijd voor een lekker ontbijtje. Zeker de kleinste heeft 's ochtends altijd mega veel honger, eigenlijk de hele dag door. En hij krijgt een flesje melk en daar doen we ook direct een beetje pap doorheen, omdat hij dan meteen wat voller zit. We gebruiken nu deze pap van Olverit. Goed schudden, wordt het een beetje iets dikker van en hij heeft er direct super veel zin in. En tijdens het drinken wordt hij ook meteen wat rustiger, want hij wordt natuurlijk lekker voller. En zijn broer komt ondertussen ook even kijken. Die is inmiddels ook aangekleed. Moet natuurlijk laten zien dat hij zelf zijn trui heeft met tijger uitgekozen. En daar is hij natuurlijk mega trots op. Ondertussen uiteraard zijn broertje kussen. De hele tijd wil hij hem aandacht geven. Zo, dat gebeurt echt elke ochtend. Daar kan hij eigenlijk bijna niet vanaf blijven. En ja, voor de kleine maakt het allemaal niet uit. Zolang hij zijn flesje heeft. En dan kan hij weer lachen. Hij is weer tevreden. Kan hij weer heerlijk om zich heen kijken en gewoon zijn ding doen. En zijn grote broer krijgt ondertussen pap. Victor die kan hartstikke zelfstandig eten. Maar pap gaat er 's ochtends niet zelfstandig in. Dus ondertussen wil hij altijd even spelen en wil hij gewoon gevoerd worden. Maar goed, ik denk zolang hij gezonde pap krijgt en een beetje een goed ontbijtje. Want het is geen grote eter. Dan ben ik eigenlijk hartstikke tevreden. Ook al moeten we het aan hem geven. Maar ja, dat gaat er eigenlijk wel prima in. En ondertussen is hij met zijn Peppa Pig dingen aan het spelen. Een hele mooie toren aan het bouwen. Dus waarom ook niet. En ja, hoi. Dat is een knappertje. Die kijkt een beetje op. Die vindt het eigenlijk allemaal wel gezellig. Zeker als er zo'n schermpje voor zijn neus hangt. Want dan kijkt hij gewoon weer gezellig mee. Na het eten kunnen de kleintjes nog even spelen. Dan kunnen wij ondertussen, als het door de week is, even hun spulletjes pakken. En even onszelf ook om en om klaarmaken. Maar het is weekend, dus ik kan rustig eten. Rustig mijn koffietje opdrinken. Er is geen gehaast. Dus we spelen nog eventjes samen. Ik spring even onder de douche. En dat vind ik vooral het weekend heerlijk, want dan kan ik er net iets meer tijd voor nemen. Ik was ondertussen mijn gezicht, ik gebruik lekker douchegel. En daarna maak ik mijn gezicht schoon met tonic en gebruik ik mijn heerlijke dagcreme. Ook als het wat meer tijd is, dan gebruik ik body lotion en natuurlijk altijd mijn vertrouwde deodorant. Daarna kleed ik me aan, maar het is weekend, dus het is een super chille outfit geworden. Ik ga me vandaag ook verder niet opmaken, zou ik normaal wel even snel doen. Maar mijn haar zit er dus ook weer super weekend casual uit. We gaan daarna naar buiten. Het is eigenlijk een beetje het einde van onze ochtendroutine, dus we kleden de kinderen aan. Ondertussen is de hond ook trouw aan te wachten, omdat hij natuurlijk ook weer uitgelaten moet worden. Het kan dus even duren, maar we gaan dan uiteindelijk naar buiten. En dat is een beetje hoe onze ochtendroutine eruit ziet. Nogmaals, het verschilt een beetje per dag hoe snel dit allemaal gaat. Maar dit is dus een hele relaxte zondag.
Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet om je te abonneren op mijn kanaal. En ik spreek jullie in de volgende video weer. Doei!